Kijkers van Jantak Jawas, dan zijn we weer terug met een nieuwe aflevering van Jantak Jawas. Vanuit locatie. Natuurlijk, zoals je ziet, heb ik werkkleren aan. Dus ik heb altijd heel druk en weinig tijd voor programma's. Nu heb ik wat tijd vrijgemaakt om programma te maken. Vandaag wil ik even met jullie hebben over de kiesstelsel die deze nieuwe regering voor elkaar heeft gekregen. En de geheimen die ze nog niet verteld hebben, is namelijk het uitschakelen van de buitendistricten. De buitendistricten worden bedoeld natuurlijk alle districten behalve Para en Paramaribo. En het is zo, als we kijken naar de stand van zaken, met alle eilen, met alle haast en spoed moest het kiesstelsel gewijzigd worden. Natuurlijk in voordeel van deze mensen. Deze mensen bedoelen natuurlijk de VHP en consorten. Wat ze nu gedaan hebben, ze hebben alle zetels van de buitendistricten hebben ze weggehaald en naar Paramaribo en Wanica gebracht. Dus het district Paramaribo, district Wanica hebben samen 37 zetels. Dus als dat zo is, als die beide districten Paramaribo en Wanica 37 zetels hebben, dan is het spel voor de buitendistricten al voorbij. En daarom zie je ook geen enkele ontwikkeling in de buitendistricten. Ik was een keer, volgens mij was vorige week woensdag, liep ik ergens langs, ik hoorde heel veel bla bla. Het bleek de vergadering te zijn van de ABOP. Met meneer Ronnie Brunswijk. Hij was toevallig aan toespraak. Dus ik denk, een grootheid, laten we eens eventjes rustig gaan kijken wat die man te vertellen heeft. En die man wist ons wakker te schudden. Mensen, goed luisteren. Die man wist ons wakker te schudden. Door het verhaal te vertellen van hoe ze op slinkse wijze. Met die nieuwe kiesstelsel die buitendistricten hebben. Er buiten gesloten. Paramaribo en Wanica met 37 zetels. Betekent Nikeri krijgt 3 zetels. Coronie 0 zetels, Mungo, Komowijnen, Sipaliwini, Para, onverwacht. Ik weet niet hoeveel zetels ze hebben. Maar in ieder geval 37 voor Paramaribo en Wanica. Dus dat betekent het spelletje wordt dit keer gespeeld in Paramaribo en Wanica. Dus wij zijn allemaal buitengesloten. En daarom zie je ook geen enkele ontwikkeling in Nikeri. In Nikeri gebeurt er niks. Beloftes voor de subsidies voor de landbouwers. Ik snap totaal niet waarvoor die subsidies nodig zijn en waar ze vandaan komen. Als wij geen bijzondere inkomsten hebben in het land, dan waar haal je het geld vandaan om die boeren te subsidiëren? Dat is het geheim. Men denkt, deze jongens denken dat het volk helemaal gek is, van als we beloven, we gaan betalen. Maar dan moet je toch ergens vandaan halen. En als Wouters hetzelfde deed, hij betaalde iets, dan moet hij ergens gaan lenen of zoeken of schuiven, waar dan ook, dan was het niet goed. Dus de mensen laten zich niet voor de gek houden en de wedstrijd wordt gespeeld, dit keer in Paramaribo en Wanica en de steden zoals Nikeri kunnen het op hun buik schrijven en gaat hier niks gebeuren. Dus ik zou zeggen mensen, goed opletten bij de volgende verkiezing op wie je gaat stemmen, maar in elk geval wat ik duidelijk wil vermelden is namelijk, dat de buitendistricten, ik bedoel Nikeri, Koroni, Saramaka, Sipaliwini, Komowijnen, Marowijnen, al die plaatsen zijn uitgeschakeld. En terecht heeft Ronnie Brunswijk het verhaal goed uitgelegd aan de mensen, hoe ze dat gespeeld hebben. Men neemt Brunswijk niet altijd serieus, maar dit keer zeg ik van meneer Brunswijk heeft iets heel belangrijks gezegd. Ons proberen wakker te schudden, maar we zijn te laat ook. En daarom is de VHP mensen zo rustig. De VHP is zo rustig. En een ander iets wat, wat ik heel vaak zie. Heel veel. Iedere vlucht van de SRM vanuit Amsterdam zit zeker 50, 60, 70 aantal mensen uit India. Waar gaan die mensen naartoe? Als ze binnenkomen zie je een hond mensen bij elkaar. Die worden opgevangen door NP's of door welke instantie dan ook. En die worden verder begeleid. Die zie je niet meer bij de bagage lopen. Die zie je nergens, maar die verdwijnen ergens in. Je weet niet waar ze gaan. Dus als jullie namens nu niet wakker worden en deze regering afwijzen, inclusief meneer Brunswijk. Want meneer Brunswijk wordt verweten dat hij medeplichtig is. Dat moet hij zelf weten. Ik heb zo vaak hem geprobeerd te bereiken, laatst nog. Ik wou hem wat adviezen geven, maar hij vindt het niet belangrijk. Hij denkt dat hij een grote jongen is, dat hij de strijd aankan. En ik kan Brunswijk adviseren. Op deze wijze zult u niet meer dan 1 zetel halen. Er liggen wel kansen, maar de wijze waarop u manifesteert, zult u niet eens meer dan 1 zetel halen. Maar goed, is uw zaak. U moet weten met welke mensen u omgaat. Raad Parool strijdt voor het land
En het maakt hem niet uit met welke partij hij samen gaat werken. Zulke goede plannen. Maar deze regering of deze mensen in de coalitie, die denken dat ze God zijn. En zo gaat het altijd. Maakt niks uit, maar mensen denken erom. De verkiezingswedstrijd wordt dit jaar gespeeld, op dit volgend seizoen gespeeld, in Paramaribo en Wanike en de mensen van de buitendistricten, jongens. Jullie hebben pech, maar jullie hebben allemaal zelf gedaan. Jullie hebben gekozen voor deze regering en jullie komen nooit in opstand. Jullie maken nooit een filmpje. Jullie laten nooit merken dat het niet goed is. Dat moet je allemaal zelf weten. Beste mensen, tot ziens.